Ik heb last van angst en depressie en heb veel meegemaakt in mijn leven. Ik zat te denken aan EMDR. Wat denken jullie? Het is niet zo simpel dat je gewoon simpelweg een depressie hebt en voor de rest gaat alles prima. Uiteindelijk wat je dus met EMDR doet, is je gaat naar het meest pijnlijke moment toe van je leven. Om dan te denken van, oh ja, dat is appeltje, eitje, dat is natuurlijk niet zo. Want je gaat naar het moment toe... Wat je eigenlijk al maanden of jaren of decennia aan het vermijden bent. Wat voor een angst heeft iemand? En ook die depressie. Wat maakt dat je depressief bent? Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur. en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, MindBodyArts. en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En voordat ik uh, de vraag ga voorlezen van onze luisteraar. Hadden we laatst gehoord dat mensen wat meer willen weten over hoe het met ons gaat? Dus ja, dit, dit is dan de eerste poging. Hoe is het met jou, Aisha? Nou, ik zat toevallig net te denken: van ik hoop dat deze podcast goed gaat. Want uh, mijn maag, die begint heel erg op te spelen. Oh. En ik merk dat ik best wel veel last heb van mijn maag, en van mijn buik. En ik heb toevallig net een vegaburger gegeten. En uh, nadat ik hem wat opgegeten, zag ik dat hij over de datum was. Oh! Dus, uh, of juist stond tenminste houdbaar tot hè? Maar ook verder goed en uh, zeg er verder niet gek uit. Ja. Maar nu heb ik dus echt een hele opgespeelde maag. Dus ik hoop niet dat ik straks een boertje laat tijdens de podcast. Oh, nou ja, goed. Dan, of uh, uh. naar de wc moet rennen. Dus uh, op hoop van zegen. Nee, dat loopt wel los toch? Ja, Misschien het... is het ook de spanning. hè? Het is natuurlijk een ontzettend hoge druk die op jou leunt. Ja, hè, als ik bij uh, Chris Nijsje aanschrijf, is het niet niks natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar ja, goed. Ik uh, kan me ook wel voorstellen. Het is natuurlijk niet niks om. Uh, voor allerlei mensen van alles uh, te moeten zeggen. Althans, zo lijkt het, denk ik. Ja. En, of en hoe ervaar en... jij dat? Nou, ik vind het wel altijd leuk en gezellig om uh, en interessant om te kletsen. Ik weet nooit waar het gesprek heen gaat, maar ja. uh, ik ervaar dat achteraf gezien wel altijd als positief. Maar misschien dat mijn lichaam wel wat meer in de actiestand staat. Ja, en ook voor de luisteraar. Wij bereiden eigenlijk deze gesprekken helemaal niet echt voor, zeg maar qua waar we naartoe gaan. Dus het is gewoon puur op basis van, van, van ervaring expertise en een beetje samen babbelen... want dat kunnen we best goed, denk ik, samen... Ja. We komen we vaak tot bijzondere inzichten. En altijd hopen dat je brein het maar op die dag doet... dat hij een ja. half uurtje alert is. En anders hebben we nog een brein op tafel. Dus dat is in ieder geval mooi meegenomen. Laten we overgaan naar de vraag, toch? Ja, ik ben benieuwd. Hebben we ook een vraag over maagklachten... of onverklaarbare lichamelijke klachten? Nee, nee maar daar kunnen we wel urenlang over praten. Um, maar deze vraag gaat over het volgende... Ik heb last van angst en depressie en heb veel meegemaakt in mijn leven. Ik zat te denken aan EMDR. Wat denken jullie? Ja? EMDR. Ik hoor het zo vaak, hè? Ik hoor heel vaak de vraag voor EMDR. Het is echt en ik een... moet zeggen, ik ben ook EMDR geschold, dus uh, zelf ben ik er soms ook wel schuldig aan. Ja. Maar uh, nee, ik, 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 ook uh, toen ik nog voor in loondienst werkte, toen kregen we ook heel vaak van uh, huisartsen... kregen we dan de vraag van, hé, hey, deze persoon heeft een paniekstoornis of... Ja, soms wat logische verwijzing, maar ook soms best wel onlogische. En dan graag EMDR of gaarne EMDR. Ja, <laughs> dat zijn ja, die oude huisartsen-touwen. 50 hè? plus huisarts, dan, uh, dan leer je gewoon om een gaarne te gebruiken in plaats van graag. Ja, ja. ik zat ook altijd te denken. Nou, ik heb, dit is volgens mij de eerste keer in mijn leven dat ik dat woord uitspreek. Gaarne, dus, uh, ja. Gaarne EMDR. Ja. ja, en ik herken het ook wel, want, want het voelt een beetje... Ja, kijk, het, 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 het gekke is een beetje als huisarts. Je hebt een patiënt, je hoort dat er wat problematiek is... en hetgeen wat het meeste naar voren komt... Da daar, daar plak je best wel snel een diagnose aan vast... terwijl we eigenlijk daartoe niet echt heel goed ingeschold zijn. Wij kunnen wel depressie, angst en dat soort zaken goed herkennen... met onze ja. klassificaties. Maar als ik jou soms hoor tijdens jouw consulten, dan denk ik wel bij mezelf van... wow, wij gaan daar iets te kort mee door de bocht... omdat jij als neuropsycholoog veel dieper ingaat van... hé, hey, wat speelt er nog meer? Er is vaak niet... Zeg maar, ons brein is niet zo simpel dat je gewoon simpelweg een depressie hebt en voor de rest gaat alles prima. Er speelt ja. vaak ontzettend veel. Dus ik merk dan ook inderdaad dat je dan als je dan wat angstklachten of als je wat traumaklachten hoort of iemand vertelt van hey, ik heb van alles meegemaakt. Nou, ga naar EMDR. Dan denk ik van ja. Zou je ook kunnen zijn, misschien was jij het wel. Misschien heb ik die brief wel gestuurd. Nee, dus, dus het voelt ook, maar los, los van als vanuit het voelt ook een beetje alsof EMDR... Magisch wondermiddel is het. De, de hype is daar van de EMDR. Mensen zien EMDR als de, bijna de, de Holy Grail. Van daar begint het, EMDR. Maar ik ben wel benieuwd voor jou als ervaren neuropsycholoog. Um, wanneer pas je eigenlijk echt EMDR toe? Wat zijn echt, echt goede indicaties? Ja, EMDR, dat is officieel een traumatechniek. En die is eigenlijk... Um, het grappige is ook, in Nederland gebruiken we dat veel meer dan bijvoorbeeld in Amerika. In, e in Amerika is EMDR helemaal niet zo sexy als hier in Nederland. Oh. Dus in Nederland dan, uh, zijn we geneigd om bij uh, trauma en dan vooral PTSS gerelateerde trauma, om dan EMDR toe te passen. Dus EMDR voor de mensen die het thuis niet weten, EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En dat is een traumatechniek die toegepast kan worden bij trauma en dan in een specifieke posttraumatische stressstoornis. Dus wat je bij posttraumatische stressstoornis hebt, vaak heb je een heel heftig ingrijpend trauma dan meegemaakt. En waar je dan aan moet denken zijn zaken als uh, letsel of dreigend letsel of doodsangsten die je hebt uitgestaan of seksueel misbruik of een natuurramp of een overval. Gewoon allerlei zaken waarvan je denkt van hey, als je dat meemaakt, dan is dat zo gevaarlijk en zo bedreigend dat je daar dus op reageert met PTSS gerelateerde klachten. Ja. En die ptss gerelateerde klachten zijn dan grotendeels dan moet je denken aan bijvoorbeeld nachtmerries, dat je elke zijn je voor je bent overvallen, dat je elke nacht uh, weer droomt over een overval en de ene keer met een mes, dan met een pistool, dan ja, gewoon al die bedreigende situaties. En je kan ook denken aan herbelevingen. Dus eigenlijk overdag, stel je voor je loopt door een garage en er loopt een man uh, met een muts op, dus dan denk je van oh dat is die ene die ene hoodie of die bivakmuts. Dat als je daaraan doet denken, dat je dan gelijk weer, het gevoel hebt alsof je die overval opnieuw beleeft. Ah ja, dus het dus eigenlijk herbelevingen. Dus je brein die brengt het best wel vaak naar het oppervlak. En dat kan in de vorm van nachtmerries zijn... maar ook in, in dat je overdag heel veel sensaties ervaart... als je een soortgelijk ja. scenario meemaakt. Ja, mee maakt. en ook herbelevingen. Gewoon echt puur het gevoel dat het opnieuw plaatsvindt. Dat je dat gevoel heel sterk hebt. En vaak als gevolg van zo'n trauma... wat je dan ook ziet is dat mensen bepaalde situaties... of bepaalde mensen of bepaalde gebieden gaan vermijden... En ook dat je hele lichaam eigenlijk met heel veel stress non-stop reageert. Dus de hypervigilantie. En uh, als het belletje nou, van, de, van de tafel daar hadden afgehaald, dan had jij nu uh, je ja. wel in kunnen drukken. Ik druk een belletje in. Wat is uh, hypervigilantie? Hypervigil nou, wat leek dat je het vraagt. Ja. Dat is um, eigenlijk um, vigilantie is hetzelfde eigenlijk als alertheid. Dus eigenlijk dat je overmatig alert bent. Dus je kan je voorstellen, in je brein heb je dus die amygdala, dat is die kern. En dat is een centrum in je brein dat afgaat bij dreiging. Dus net als dat je huis een alarm heeft en dat die af hoort te gaan op een inbreker, zo heeft je brein ook een alarm. En de enige functie van dat stukje van je brein is dat je dreiging detecteert. En op het moment dat je dreiging detecteert en dat je daarop reageert, dan kan er een angstreactie ontstaan. Een loop, een angstloop. Ja, en dan ga je de loop in inderdaad. Daar hebben we het ook uh, yeah. vaak over gehad. Dus misschien uh, kunnen we dat stukje nu overslaan... en dan voor alle mensen die denken van... wat voor loop heb je het over? Ik zou zeggen, luister onze andere podcast. Yeah. Ja, want je zegt dus inderdaad... EMDR komt voornamelijk door trauma. Um, ik ben even benieuwd... we hebben het altijd bij PTSS over herbelevingen... dus dromen mm -hmm. of over dag. Zijn er ook specifieke klachten die je meestal tegenkomt... of zijn dat gewoon meer de in general klachten... Zoals buikpijn, hoofdpijn of, 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 of rillerigheid. Hoor je van je cliënten vaak terug dat ze bepaalde specifieke klachten hebben? Want ik bijvoorbeeld heb ze best wel vaak mensen gezien, ook bijvoorbeeld met hartkloppingen, benauwdheid, druk op de borst. En dat moet je altijd, even voor de mensen die dat op dit moment misschien hebben, altijd eerst bij de huisarts uitsluiten voordat ja. je dit soort uh, conclusies trekt. Past dat ook vaak bij PTSS? Ja, in die zin wel, maar het is wat aspecifieker. Dus ook wat je in deze vraag terughoort, kijk, ik wil altijd het hele verhaal weten. Dus op het moment ook dat bij ons bijvoorbeeld iemand met een vraag komt van hé, hey, ik heb veel meegemaakt en ik ben geïnteresseerd in jullie kerntraject. De eerste sessie wat ik altijd doe, en ik verwacht ook dat ik dat nog een hele lange tijd blijf doen, is ik maak een levensnetwerkanalyse. Dus wat ik dan vervolgens doe, ik wil precies weten van, hé, hey, welke thema's spelen in je leven. Zowel in positieve zin als in negatieve zin. Welke klachten ervaar je? Hoe hangt het samen? En is er bij bepaalde klachten ook een relatie of een aannemelijke relatie met bepaalde herinneringen die je hebt gehad. Dus op het moment dat iemand bij mij komt met hoofdpijn, dan noteer ik dat in mijn levensnetwerk. Of als iemand dan uh, um, ja voor het relatieproblemen heeft of niet meer kan werken of gespannen is, of somber is, of angst voor de dood of rouw. Al die dingen die wil ik eigenlijk in mijn netwerk hebben. Want vaak. Zijn we soms opgeleid om de neiging te hebben om te denken in bepaalde klassificaties? Mm -hmm. Maar mijn ervaring is dat er gewoon zoveel overlap is tussen klachten en ook tussen bepaalde klassificaties. Ja. Dus inderdaad, hoofdpijn kan horen bij PTSS, maar het is geen één op één relatie. Nee, dus je zou kunnen beargumenteren dat op het moment dat jij PTSS hebt, um, nou, dat jouw fight-or-flight systeem, je zenuwstelsel, dat die scherper afgesteld staat en dat je als gevolg van het scherper afgesteld staande zenuwstelsel... dat je um, diffuus door je lichaam meerdere lichamelijke klachten verwacht. Ja. En, maar dan moet er natuurlijk ook wel een duidelijke relatie zitten... tussen het trauma en de hoofdpijn in, in een tijdslijnvariant eigenlijk. En ook bijvoorbeeld weten van... hé, hey, is er geen andere verklaring voor die hoofdpijn? Dus ja. vandaar, ik wil altijd alles weten en dan, uh, nou ja, en dan kan ik daarna... kunnen we gaan kijken van hé, hey, wat is logisch en wat is minder logisch... Yeah. Dus ook bij deze vrouw, op het moment dat ze aangeeft... hé, hey, ik ben angstig, ik ben depressief, ik heb veel meegemaakt... is EMDR mogelijk. Kijk, EMDR, dat verwacht je. Dat kan heel nuttig zijn, zeker als er duidelijke traumaklachten zijn. Maar bij een angst of een depressie heb je ook heel veel andere behandelingen... die ook heel nuttig kunnen zijn. Yeah. En ik ben altijd een heel groot voorstander van... Hè, niet heel klassificatie- of diagnosespecifiek denken, maar... Uh, diagnose overstijgend denken en dan kijken van hey, hoe kunnen we dit op een hele geïntegreerde manier aanpakken? Ja. En EMDR kan dan een heel mooi en waardevol onderdeel zijn. Maar in de meeste gevallen is dat niet vervangend voor de rest. Ja, want je hebt inderdaad, wat je zegt, dus DSM-gericht, DSM-criteria, DSM-stoornissen zijn, dingen als angst, depressie, die vallen daaronder. Dat is vooral symptoomgericht eigenlijk. Maar wat wat we nu hebben gedaan is, we willen eigenlijk iedereen die wij zien willen we kerngericht en vanuit de kern kijken waarom je tot die symptomen komt in plaats van andersom. Dus ja. dat is eigenlijk waar we het over hebben in het kerntraject. En inderdaad, na de levensnetwerkanalyse waar je het over had, waarin we dus heel het leven in kaart brengen, kijken we dus ook bijvoorbeeld naar je breinanalyse van waarom jouw brein bepaalde klachten genereert. Want daar spelen heel veel processen en bijvoorbeeld ook met klachten we krijgen we ook wel eens de vraag van hé, hey, waarom krijg ik een bepaalde klacht? Je hebt zeg maar je hypothalamus, die stuurt eigenlijk je autonoom zenuwstelsel aan. Dus die fight-or-flight of die rest-and-digest systeem. En die fight-or-flight, onder andere systeem die bij stress, bij spanning, bij bepaalde triggers opkomt, die is zo divers. Zeg maar die, die, dat zenuwstelsel kan eigenlijk bijna elke cel in jouw lichaam aansturen. Dus ja. als jij bijvoorbeeld moet rennen, dan, dan, dan ga je zweten. Dan gaan misschien wat. wat wat poriën misschien wat meer openstaan. Ik noem maar wat. Maar dat is zo nauwkeurig. Er gaan kleine bloedvaatjes in je vingers. Misschien. Die gaan wat meer samen knijpen. Zodat er wat meer bloed, zeg maar, in je, in je, in je kern van je lichaam. Of, of in je thorax komt. Zodat je wat meer kunt presteren. Dus het is zo nauwkeurig. Ik heb zelfs wel eens mensen gezien die hadden dan bijvoorbeeld bij bepaalde triggers. Um, ja, het kan van alles zijn. Misschien bijvoorbeeld bij een afwijzing. Dat ze dan ineens bijvoorbeeld jeuk in de voeten kregen. Dat je echt dacht van, wat is daar de logica achter? Ja. En er zijn verschillende theorieën achter waarom het dan bij persoon A in de, in bijvoorbeeld in de buik is en bij persoon B in het hart. Maar het komt er eigenlijk op neer. Ze hadden ook een keertje, uh, ik had een onderzoek, was een onderzoek naar waar ze een enquête deden en vroegen aan mensen van, sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus, mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Voel als jij stress hebt, waar voel je dat in je lichaam? En het bleek dus dat 90% kon aanwijzen waar ze dat geregeld voelen. Ja, want als ik dat aan jou vraag, als jij stress voelt, waar voel je dat dan voornamelijk in jouw lichaam? Um, ik voel het op twee of drie plekken. Ik denk um, mijn maag, dat is uh, waar ik vaak stress vol. Mm -hmm. En dat is dus het hele graf. Want vandaag heb ik dus daadwerkelijk burger gegeten die mogelijk goed was, misschien niet goed was. Yeah. En dan is het natuurlijk altijd de vraag: ik heb nu last van mijn maag. Van, oh, ben ik nu gespannen? Mm -hmm. En moet ik nu tegen mijn brein zeggen van hey, het komt goed? Um, ik weet niet, het is maar een podcast. Ik zou niet uh, te moeilijke vragen stellen. Nou, dat hoop je. <laughs> dat hoop je dan. Um, dus dat kan dan gewoon um, mentaal zijn. Maar, um, maar het kan ook zijn dat er met de burger echt iets mis is. Ja, omdat hij dus, um, ik weet niet wat voor nou, omdat nou. hij ook in ieder geval een aantal dagen over de datum um, was. Ja, maar je hebt ook bijvoorbeeld op je ademhaling? Ja, op mijn hyperventilatie. Ja. ja, ik heb dus als, uh, als kind toen ik uh, tien jaar oud was, toen gingen mijn ouders scheiden. En ik kan me nog heel erg goed herinneren dat ik toen uh, in die periode vaak heb gehyperventileerd als ik alleen was. Ja. Dus ik heb heel soms het gevoel, ik, dus dat is iets wat toen uit het niets is ontstaan. En soms nu als ik dan nog gestrest ben, dan vergeet ik even te ademen. Of ik ga veel sneller ademen. Dus dat is iets wat dan gewoon op een dag is gekomen. Ja. En dat is iets, kijk, voor mij als ik stress heb, dus of ik krijg last van mijn maag, of ik ga oppervlakkig ademen. Maar het is eigenlijk nooit dat ik uh, als een gek ga zweten. Of ik heb nog nooit gehad dat mijn hart over heeft geslagen, of dat ik. Was om flauw te vallen, of um, eigenlijk druk op de borst, eigenlijk ook nooit. Ja. Dus mijn stressuitzicht is in die zin ook wel heel specifiek. Precies, precies. En wat je dan vaak in de praktijk ziet, dat mensen bepaalde klachten hebben, tig keer bij de huisarts zijn geweest, misschien bij de specialist, die komt er maar niet achter. En als je dan teruggaat naar die kern en, en, en wat we dan ook doen, is we kijken naar je leven en we kijken wanneer klachten zijn opgekomen en dat vergelijken met wat er toen gebeurd is geleken ja. met je kernwaarden... dan zie je heel vaak dat op de momenten waarin je flink getriggerd wordt in je leven, dat dan bepaalde klachten opkomen en blijven. En het fijne is van als je dat vanuit de kern aanpakt en emotioneel behandelt, dat vaak ook die klachten minder worden. Ja. Dus heel vaak de onbegrepen klachten die, die, die wij in de zorg niet snappen, vaak of niet begrijpen, die zijn inderdaad onbegrepen op pathologisch gebied. Er is heel vaak niks aan de hand met je maag, of er is helemaal niks aan de hand met je buik. Maar. Toch creëert je brein die klachten als een soort van lampje van oranje lampje in je auto. van hé, hey, er klopt iets niet, er is iets. Ik, ik ja. trigger mij, het voelt niet goed, het is niet goed. Ja, dat is dus zo interessant. En dat is dus ook die levensnetwerkanalyse en uh, heel veel andere analyses die we doen. Dat we heel erg gaan inzoomen om te kijken van hé, hey, ik wil jou echt begrijpen. Hoe zit het nou bij jou? Ja. Van bijvoorbeeld mijn maag. Dat, um, die, die is pas aangekomen op het moment dat ik een jaar lang verschillende helicobacter-maaginfecties heb gehad mm -hmm. en die bijna dodelijke parasiet. Dus eigenlijk toen, op, in de acute fase, was dat super logisch. Omdat ik gewoon een parasiet had en een maaginfectie had. En nou, ik was er niet heel best aan toe, nee. uh, lichamelijk gezien dan. Die foto hebben we ook gedeeld op onze Instagram. Dus als je benieuwd bent hoe ze er aan toe was, uh, moet je maar even scrollen op Instagram. Volgens mij hebben we die... Uh... Wanneer hebben die gepost? In april, denk ik, ergens of zo. Of mei. Ja, volgens mij is de trigger. Ik ging bijna dood. Maar ik had er niks aan overgehouden. Iets in die ja, trant, Precies. Maar het ging niet lekker. Maar sindsdien heb jij dus je klachten inderdaad. Ja, en ik, ben al, ik heb al drie antibiotica-kuren gehad. En uh, antiparasieten-kuren. En de laatste keer dat ik gecheckt heb, was een jaar geleden, volgens mij. Toen was, ik, toen was het helemaal in orde. Dus eigenlijk heb ik nu geen indicatie om te denken dat er nog steeds een, een spelende maaginfectie is. Ja. Maar omdat ik zo lang die klachten heb gehad, um, is dat nu voor mijn brein... is het nog steeds een loop waar ik mak makkelijker in kan komen, zie. bewust of onbewust. Ja, dus dat is inderdaad heel verleidelijk. Oké, okay, maar terugkomend inderdaad, we waren bij EMDR natuurlijk gebleven. Dat, is dus, dat, dat, dat gebruik ik dus voornamelijk bij traumas. Maar als ik dan kijk bij deze dame, zie ik angst en depressie en veel meegemaakt... Is EMDR dan het wondermiddel daarvoor? Uh, nou, ik denk sowieso dat het geen wondermiddel is. Ik kan me ook nog herinneren... ik gebruik ook uh, met enige regelmaat uh, EMDR. En ik kan me ook nog herinneren dat... Um, iemand die was ook hersteld van haar trauma's met EMDR... kreeg ze nou fijn, hè? Wat, een, uh, wat een wondermiddel. En toen werd ik ook direct teruggefloten van... ja, het heeft geholpen, maar dat was keihard werken. Ja. Dus in die zin ook... Um, soms ja. dan denken we ook van... Hey, als iets effectief is dat het dus daarmee um, ja, net, een, net een pilletje is, een quick fix. Maar uiteindelijk wat je dus met EMDR doet... is je gaat naar het meest pijnlijke moment toe van je leven. Even, pak, even plat gezegd. Uh, hè? Dus je gaat naar een zwarte bladzijde in je leven toe. En om dan te denken van... oh ja, dat is appeltje, eitje, dat is natuurlijk niet zo. Want je gaat naar het moment toe... wat je eigenlijk al maanden of jaren of decennia aan het vermijden bent en is voor mij de werkt niet goed genoeg, want anders had je geen nachtmerries en herbelevingen. En je gaat dan dus naar dat moment toe. Dan ga ik, nou, ik ga je dan als therapeut heel erg afleiden en naar nou, allemaal tips en tricks geven over hoe je dat moment het beste aan kan vliegen. Uh, maar vervolgens die dagen daarna, dat onderbewustzijn, die is ook gewoon een beetje van slag. En dan begint dus eigenlijk maar de verwerking en het herstel. En toevallig had ik deze week ook een cliënt en die zei ook zo van, uh, ik vroeg aan haar hoe de EMDR was gegaan. En toen zei ze ook gewoon, en dat vond ik heel treffend. Ze zei: Het voelt een beetje als een mindfuck. En, wat ze, en toen vond ik: van, oh, Wat bedoel je daarmee? Zei ze zei van ja, van de ene kant is het super fijn, want het geeft heel veel lucht. En aan de andere kant, het maakt me eigenlijk heel erg. Het geeft juist heel veel spanning, omdat ik nu pas realiseer hoe heftig het eigenlijk voor mij is geweest. En daar kan, daar kan ze dan weer somber van worden of wat angstig van worden. En dan kan ze weer tegen zichzelf zeggen van... hé, hey, maar dit hoort erbij en dat heeft Aisha me verteld. Dus het komt goed. En dan kan ze er weer een beetje uitkomen. Ja, dus je hertraint inderdaad die loops, hè? Dat ja. het allemaal ook wel mee... Dat, dat het goed gaat komen. En dat je er controle Precies. Over hebt. Precies. Maar op het moment dat je naar zo'n donkere bladzijde van je leven gaat... dan moet je dat dus echt opnieuw verwerken. En als je dingen opnieuw verwerkt... ja, jij weet dat, ik weet dat, onze cliënten weten dat... dan kost dat gewoon heel veel energie. En het, en het kan zijn... He, de, ik denk dat de helft van de mensen die ik met EMDR behandel... die hebben gelijk zoiets van... wow, ik voel me echt heel erg opgelucht en wat fijn. Die, dus dan voelt het als een verlichting. En bij de andere helft kan het zoiets zijn van... Hey, um, ik voel me een beetje gek of een beetje anders... of een beetje labieler of emotioneler. En dan is het dus ook de kunst om dat toe te laten. Want dat ja. is ook onderdeel van herstel. Ja, precies. En, en, en daarom inderdaad wat je dus zegt... EMDR gebruik je wel eens, maar niet als hoofdtherapiemodus... maar meer als onderdeel van het kentraject... En uh, dat kerntraject is vrij breed. Dus, dus, dus EMDR dat heeft dan ergens later in het proces pas een plekje. En mocht je thuis zitten en denken van hé, hey, dat kerntraject dat klinkt misschien wel interessant voor mij, of van hé, hey, ik heb ook het idee dat mijn klachten misschien dieper zitten dan alleen, zeg maar, aan, op de oppervlak. Um, we hebben meer informatie over het kerntraject op onze website, namelijk op www.christenijsje.nl slash kerntraject. En daar kun je van alles vinden over wanneer, wanneer het geschikt is en of het voor jou geschikt is. En mocht je denken van hé, hey, dit wil ik. Dan kun je ook altijd een call met Aisha inplannen. Om erover te sparren of het een geschikte therapievorm voor jou is. Het is. In ieder geval een unieke therapievorm en heel erg confronterend. Dus hou er wel wat mentale ruimte voor vrij. Omdat het vrij diep gaat in je leven. Maar goed, dan weten jullie in ieder geval waar jullie dat kunnen vinden. En terugkomend op die MDR, wat, wat mij opviel, ik heb zelf ook MDR gehad een tijdje. Um, dat je dus inderdaad naar die herinnering toe gaat. Je ziet dan inderdaad het beeld van je traumatische beeld. En dan moet je de hele tijd zeggen van um, Even kijken. Wat ik komt er geef... in je op? Of wat gaat ja, er wat door je komt heen? er in je op en waar gaat er doorheen? En dan bleef je zo doorgaan. En eindstand kwam ik op een zag ik een beeld van een pepermuntje. Een king kingpepermuntje. En toen dacht Apple hemzelf van, oké, okay, we zijn nu al een half uur aan het AMDR, drie kwartier. Waarom creëert mijn brein dat pepermuntje nou weer als beeld? Ik zag alleen een pepermuntje. Zeg, zie je wat meer? Ik zeg, nee, alleen een pepermuntje. Ja. Dus dat is zo interessant dat zo'n trauma is zo verworven met allerlei verschillende associaties dat de meest random dingen. Ik heb volgens mij ook een eendje gezien die, met de, die, die haar kindje aanviel. Want dat heb ik vroeger ook. Uh, echt, dat was niet het traumatische, dat is niet, absoluut niet. Maar er kwamen allemaal beelden terug van op het schoolplein en daarna die eend en daarna de, het pepermuntje. Het is toch ontzettend interessant hoe die associaties zo gelinkt worden? Heb je... Ja, heel herkenbaar. Het is ook wel heel, heel grappig om te zien, inderdaad. Want je hebt ook mensen die heel erg associatief zijn... en mensen die wat minder associatief zijn. Mm -hmm. Dus je hebt sommige mensen die zitten veel meer in het gevoel. Dus die hebben veel meer hè, schaamte, schuldgevoel. Het is niet mijn fout, het is oké. Okay. Mm -hmm. um, maar ik heb ook bijvoorbeeld wel eens... dat was ook een, een, een vrouw die werd langdurig um, mishandeld. Zowel lichamelijk, emotioneel als seksueel door haar partner... En toen gingen we dus ook die de meest heftige trauma's uh, behandelen, middels EMDR. En dan kwamen er, vragen, er kwamen er associaties op als speeltuin, balon, zon, ja. ijsje. Echt hele neutrale termen, die ook echt niks met haar trauma te maken hadden. Ja. Maar dan, 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 dan is dat toch, dat hoort er dan in dat, in dat semantische cluster in je brein dan toch bij. Want bij deze persoon was dat bijvoorbeeld hè, een van haar meest heftige trauma's had, uh, had te maken met had plaatsgevonden in Italië, op vakantie. Mm. En dan een, een, een ijsje. Ja, we gaan allemaal natuurlijk ook ijs eten als we in Italië zijn. Dus dan ergens in je hoofd kan, ik zeg maar, het, uh, het trauma, het letterlijke trauma, dat kan gekoppeld zijn aan een bepaalde land of een bepaalde plek. En die, dat land of die plek, die associeer je weer met andere dingen. Ja, misschien had zij ook in het kader van EK aan Donnarumma gedacht. Dat had ook um, yeah. gekund de keeper van uh, Italië voor de... Of is ja. het van Italië? Ja, van Italië ja, kan, inderdaad. Voordat ik iets uh, ja, geks Ja, het, het is zo sterk, hè, dat brein. Ook bijvoorbeeld met reuk. Dat ons brein zo sterk is. Ik heb het wel eens met... Ik weet nog... En, ik, er is een ex-deo. En ik wil geen reclame maken. Want het is eigenlijk... Ik had er een hekel aan. Ik kreeg altijd uitslag van ex. Dus ik wil ook geen tegenreclame maken. Heb ik nu wel gedaan. Maar als ik die ruik... Dan denk ik gelijk aan de introductieweek van twaalf jaar terug. Dat ja. ik echt denk van... Wow. Ik, dat, die, 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 die brug... Die, 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 die in je brein gebouwd is. Qua neurale is zo snel en zo efficiënt. dat bepaalde kleine dingen je gelijk terug kunnen brengen. naar een bepaalde event in het verleden. En zo ook met trauma. Dat zit gekoppeld aan een, aan een brei aan gebeurtenissen. Ja, en, en dat is ook het grappige. want we hebben het vaak over EMDR of het visuele vlak. maar ik probeer ook altijd de andere zintuigen er ook bij te betrekken. Dus nu je het hebt over geur. Ik kan me ook herinneren dat ik een, 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 een cliënt had. en die. Had iets heel naars meegemaakt in de familiaire sfeer. En toen op dat moment was er ook een hond bij en die kwelde heel veel. En dat had heel veel effect op deze manier. En dus ook tijdens de emdr therapie dan probeer je ook dat geurgedeelte ook een stukje te verwerken. Dus om hem af te leiden, ging ik allemaal verschillende, stuk, eh, verschillende kopjes Pickwick thee neerzetten. Oh. Zodat je dus op je, qua reukvermogen ook een afleider hebt. Dus vaak met EMDR voor. Uh, de mensen als die er wat minder in zitten, dan klinkt het heel random. Maar met EMDR, je denkt dus eigenlijk aan het, het meest heftige plaatje, het stilstaande beeld van je traumatische gebeurtenis. En ik als therapeut ga je dan op visueel vlak heel erg uh, afleiden. Door met je vingers te bewegen of dat je naar een balletje moet kijken. En uh, op het gebied van geluid ga je ook allemaal piepjes horen om je eigenlijk gewoon heel erg uit te putten. En, um, maar op reukvlak ging ik diezelfde techniek dus toepassen, maar dan door, door kopjes pickwick thee. Dus dan ging ik mm. Grey neerzetten, zodat je dan telkens afgeleid wordt door die geur. Ja. Oh, en ik heb ook wel eens gehad dat dan uh, iemand dan in een brandend huis zat. En dan uh, was mijn verzoek ook van: hé, hey, probeer die geur te imagineren, zodat je dat ook op, dat, op die manier wel kan verwerken. Ja, want zelfs het imagineren, het verbeelden van een bepaald trauma kan sensaties opwekken. Ja, zeker, dus, zeker. Dus dat is eigenlijk echt de kracht van het brein. En dat zie je ook vaak bij omgekeerde klachten. Als we dan inderdaad middels dat kerntrek bij de kern komen... en zeggen van, hey, bedenk je even dat moment dat je werd afgewezen... of dat moment dat dit je werd aangedaan of dat je dit niet kreeg... dan zie je ook wel eens bij mensen dat op dat moment die klachten weer opkomen. Het is echt ongelooflijk, maar je lichaam die, die, die geeft dat zo mooi aan... maar je ja. moet wel weten waar je je vinger op moet leggen. En dat is dus wel een proces waar je natuurlijk eh, na, naartoe moet... EMDR, dus uh, het, het werkt ontzettend goed, maar wel in de juiste context, bij trauma's onder andere. En, en deze dame heeft last van angst en depressie. Kunnen we haar nog wat meegeven wat ze daarmee moet doen? Ja, dus in die zin, um, EMDR is dus het best bewezen in het context van trauma. Wat ik daarbij wel wil meegeven, is dat ook andere trauma-gerelateerde behandelingen heel prettig kunnen zijn. Dus zelf ben ik soms ook geneigd om uh, voor EMDR te kiezen. Omdat. Uh, omdat ik de ervaring heb dat het soms wat sneller kan werken. En dat ik mijn cliënten ook toeging dat ze zo snel en efficiënt... en kostenbesparend mogelijk um, een volledig traject af kunnen nemen. Uh, dus dat kan voor mij soms een overweging zijn. Maar op het moment dat dat niet of minder werkt... dan wil ik eigenlijk altijd weten van, hé, hey, waarom niet? En altijd alternatieven paraat hebben... waardoor je wel met je, je probleem volledig behandeld kan krijgen. Dus het, ook andere traumatechnieken zijn relevant... En op het moment dat je dus het dus niet over een heel duidelijk trauma hebt, dus niet over letsel of misbruik of iets dergelijks, dan kan EMDR soms alsnog uh, van waarde zijn. En ja. soms kan ik er alsnog wel voor kiezen. Ja. Ik had bijvoorbeeld ook een, een cliënt en daarvan waren naaktfoto's uh, verspreid. En dat is niet wat je in de klassieke zin van het woord een, een A-criterium trauma zou noemen. Maar op het moment dat er gewoon heel veel spanning zit bij het inbeelden van die gebeurtenis... dan kan het alsnog wel heel effectief zijn. Ja. En bij haar werkt dat ook heel goed. Maar dan wil je eigenlijk dus, en dat is denk ik het belangrijkste... je wilt dan ook kijken van, hé, hey, waar zit die angst dan op en waar zit dat dan in? Hè? Wat, wat voor een angst heeft iemand? En ook die depressie. Wat maakt dat je depressief bent? Is dat omdat je eigenlijk heel erg angstig bent, daardoor niet meer uit huis komt... En je heel erg terugtrekt en dingen aan het vermijden bent. en dat er ja, binnenhuis. je weinig dingen om doen, uh, te doen hebt. of uh, geen goede connecties voelt met je gezinsleden. of met je partner. en dat je dan somber wordt omdat alle dingen die het leven leuk maakt. die doe je niet meer omdat je bang bent. ja, dan is het logischer om ook te kijken: van... hé, hey, wat heb jij nodig om daaruit te komen? Ja. Dus als iemand depressief is doordat hij angstig is. en die is angstig zonder duidelijk aanwijsbare reden. Um, dan is het dus in mijn optiek veel logischer om te gaan kijken van... hey, kunnen we die angst gaan doorbreken? Ja. En dat kan zowel op een klachtgerichte manier... Hè, dat je gaat kijken van... hey, um, je bent bang om naar buiten te gaan. Zullen we onderzoeken of dat reëel is of niet? En hey, um, laten we gewoon naar buiten gaan... en die paniek gaan doorbreken, kijken wat er gebeurt... en of je dat patroon kan doorbreken. Ja. En andersom, kijk, deze vrouw... Um, of man trouwens, ik weet niet of jij dat weet... Een vrouw is het, ja. Oké, okay. deze, deze vrouw die, die, zet, zet, uh, die zet er ook bij van... ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven. Dus dat geeft alweer andere informatie. Op ja. het moment dat je angstig bent en je bent depressief... dat heeft natuurlijk een duidelijke link met elkaar. Daar hebben we ook een uh, podcast over, dus uh, zeker luisteren bij deze. Ja. Um, maar als dat komt uit uh, dat je heel veel hebt meegemaakt... dan ben je eigenlijk wel benieuwd van... Hey, wat zijn die dingen dan die je hebt meegemaakt? Gaat het dus op een tijdlijn zetten... Wat ze op welk moment hebt meegemaakt en of er een duidelijke relatie is tussen een van die events die iemand heeft meegemaakt en het ontstaan van klachten. Ja. En als die er niet is, dan zou je eigenlijk via meer een kerngerichte methode willen kijken van hey, wat heb jij allemaal meegemaakt in je leven? Wat voor een effect heeft dit op jouw brein gehad, op jouw persoonlijkheid gehad. Op jouw recollectie van hoe jouw leven is geweest en wat je verwacht in aanziende van jezelf, anderen en de toekomst. En dat je dan op zo'n manier eigenlijk het geïntegreerd aanpakt. Ja. En daar kan EMDR bij helpen. Maar op het moment dat er niet hele duidelijke gebeurtenissen zijn, dan verwacht ik dat het effect niet. Uh, ja, die zal minimaal zijn. Ja. Dus als ik zo terugkijk naar de vraag uh, wat wij denken. Nou ja, ik denk dat wij gewoon denken van hé, hey, overleg het met een expert. En ja. dat kunnen verschillende personen zijn. Hè? Je kan het via je huisarts overleggen wat die daarvan vindt. Maar huisartsen... Zijn geen psychologen. Dus die kunnen jou ook waarschijnlijk ook. Die, die beamen dan waarschijnlijk ook. Oh, nou ja, kan je het altijd proberen. Ik stuur je wel door naar iemand. Maar overleg ja. het eventjes met een psycholoog of overleg het met ons. Wij willen ook altijd graag met je meedenken, wat kan helpen. En um, ja zoek hulp. Want dit soort dingen zijn vaak gewoon goed te behandelen, althans in, 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 in zekere mate. En uh, therapie is gewoon hertrainen, je herprogrammeert en traint je brein. En dat is een kwestie van tijd en verwacht ook niet dat het van aan naar uit is. Maar het is een proces, dus je voelt je, je, voelt je iets slechter in het begin van EMDR, maar de dag daarna voel je iets beter. En dat gaat ja. eigenlijk zo slalommend naar beneden toe, waardoor je dus beter leert mee omgaan. Oké, okay, dus uh, we hebben een heleboel over EMDR uh, gezegd. Uh, ook wel misschien, misschien wel een leuke fun fact van EMDR inderdaad, dat dat in, in New York is bedacht, toch? Ja, dit was een, uh, dit was een dame, Shapiro. Ja. En die was op Central Park en die had uh, iets heftigs meegemaakt. Ik zou niet weten wat dat precies was. En, uh, en die had er heel veel last van, die had echt PTSS-klachten daarvan. En die was in dat park, was ze dus erg in gedachten verzonken... dat ze deed dat met haar oog van links naar rechts ging. En toen merkte ze van, hé, hey, ik voel me wat beter. Ja. En toen vervolgens toen, um, want het was ook een onderzoekster... toen dacht ze van, hé, hey, ik heb hier een groepje aan veteranen... die de, die de oorlog uh, hebben meegemaakt. Die hebben gevochten voor, uh, voor hun Amerikaanse vaderland... En toen ging ze bij hen dus testen van hey, als je je ogen heel vaak beweegt terwijl je aan je herinnering denkt, worden je klachten dan minder. Yeah. En dat bleek dus en dat was de eerste pilot. En uh, ik denk dat we haar allemaal heel erg dankbaar kunnen zijn. Want nou, voor de jaren 80, 90 had je helemaal geen goede trauma gerichte behandelingen. Ja. Dus dan was een beetje de indruk van ja, je moet er maar over praten. Maar als je ergens nonstop over praat, maar het geeft geen verlichting, dan kan het ook juist... Ja, Als een extra ballast voelen en dan voel je je misschien nog meer onbegrepen. Ja. En sinds de jaren 80, 90, ja, nu is PTSD een van de best behandelbare uh, psychische soornissen. Bizar. Ja, en, en, en eventjes in één zin, want anders, uh, wij kunnen hier ook uren over praten. In één zin, wat doet EMDR nou precies met je brein? Uh, het helpt eigenlijk het ver verwerken van de herinnering. Ah ja, want, want eigenlijk dat, dat, dat naar links en rechts kijken, die prikkels. Daarmee overbelast je eigenlijk je werkgeheugen op dat moment. Ja. Waardoor je een soort van, net als bij een computer, als je een computer overbelast, dan kan die soms naar fabrieksinstellingen gaan. Even voor de, voor de wat, uh, ja, voor de, voor de, voor, voor de even, simpliciteit. Onderdans. En inderdaad, voor de computernerds. Je overbelast eigenlijk je werkgeheugen, waardoor die als het ware gereset wordt. En daardoor desensitiseert eigenlijk uh, zeg maar de lading die je hebt op een bepaalde gebeurtenis. Daar komt het eigenlijk op neer ongeveer, toch? Ja, precies. Dus net als bij een computerblad, je moet je voorstellen dat je ergens in je mapjes heb je je trauma staan. En die is eigenlijk verkeerd opgeslagen. Ja. He, dat heftige trauma. Dus wat je doet, is dus je gaat dat, uh, dat, dat trauma uit dat mapje, dat haal je naar je korte termijn geheugen, naar je werkgeheugen. En dan ga je je eigenlijk iemand zo erg overbelasten. dat hij niet meer op dezelfde manier opgeslagen kan worden. Dus dan bewerk je hem eigenlijk in het hier en nu. Zodat je hem daarna met opslaan als op een betere plek kan neerzetten. Waar waarin je dus inderdaad minder spanning ervaart. En zelfs nog, kijk, soms heb je beelden inderdaad van je trauma. die niet prettig zijn om te zien. maar dan reageert je lichaam en je hoofd niet meer met heel veel spanning. Ah, ja. Dus je haalt eigenlijk de spanning, de lading ervan af. Misschien dat jij ook wel uh, die ervaring had. dat als je echt een traumatisch beeld hebt. of een traumatisch fragment hebt. Normaal als je eraan denkt, dan krijg je heel veel spanning. Maar na EMDR, dan hoop je dus eigenlijk dat als je eraan denkt. dat je er gewoon aan kan denken zonder dat je lichaam daar heel sterk op reageert. Ja. Nee, en dat... dat helpt om minder te vermijden in de toekomst. En, alle, en, en dat er ook ruimte komt voor andere type emoties, zoals bijvoorbeeld verdriet of boosheid. Of ja, hè, wat dan ook? Al die emoties, die mogen er ook zeker zijn. En uh, ja, wat betreft inderdaad de depressie, als we daarop terugkomen, mocht je thuis zitten en uh, depressieve klachten hebben of somber zijn of niet, lekker in je vel zitten. We hebben een depressiecheck ontwikkeld, waarin je dus aan de hand van een aantal vragen kunt meten hoe ernstig jouw depressieve klachten zijn. En dan hebben we ook een functie gecreëerd eigenlijk, waarin je kunt aanvinken of je wilt dat wij meedenken met je specifieke casus of niet. En als je dat wil, kunnen we altijd met je meedenken en kijken wat voor jou behulpzaam kan zijn. Die depressiecheck kun je vinden ook op onze website op www.christenijzer.nl slash depressiecheck. En het kerntraject is kerntraject. Ik zal de linkjes ook hieronder zetten, want anders uh, is het te veel uh, overbelasting van ons werkgeheugen. <laughs> Om het even zo te noemen. We hebben denk ik de vraag beantwoord. Hebben we nog een tip van de week? Ja. Nou, lekker altijd. altijd hè? Ik zet je altijd voor, op, voor het blok, hè? dan moet je ineens een tip van de week hebben. Oh, we ja, maag, nee. Ik ja, mijn maag gaat me. helemaal keer. Ja. Nee, was grappig. Um, nou, ik denk uh, een, een mooie tip van de week kan zijn als je bijvoorbeeld uh, twee tijdlijnen voor jezelf maakt van je levensloop. En dan op de bovenste tijdlijn dat je aangeeft van welke klachten heb je gekregen. Dus in mijn geval op mijn tiende hyperventilatie en op mijn uh, 28ste of zo uh, maagklachten. Um, dat je daar een overzicht van maakt. En dat je op, op de andere tijdlijn, of je mag hem maar doorheen tekenen. Dat je gaat kijken van hey, welke, welke ingrijpende, heftige of traumatische gebeurtenissen heb ik meegemaakt. Yeah. Om dus zo voor jezelf eigenlijk een beeld te krijgen. of je in de tijd chronologisch gezien. Uh, links kan leggen tussen de dingen die je hebt meegemaakt en de klachten die je hebt. Yeah. En als psycholoog ben ik vooral altijd gefocust op psychologische klachten. Dus dan denk je aan hyperventilatie, of um, uh, depressie, of nachtmerries, of eigenlijk angst, uh, angst inderdaad. Uh, dat soort klachten. Maar. Wat dus eigenlijk ook blijkt, en daar hebben we het ook wel vaker over, is dat een lichamelijke klachting kan ook een uiting zijn van een emotioneel ontwrichtende gebeurtenis. Ja. Ja, en ook op die tijdlijn hè? Dus die gebeurtenis kan ook minder, minder heftig zijn. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je niet aangenomen bent voor een beroep. Ja, maar het gaat er een beetje om dat dat bij sommige mensen een soort van diepe interne kernwaarde triggert van afwijzing. Ja, of dat zeker. je er niet bij hoort. Dus. dus wat we je willen meegeven als, kern, als, 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 als tip van de week is, schrijf het op papier om voor jezelf eigenlijk ook te laten bewijzen van, hey, bepaalde gebeurtenissen triggeren blijkbaar bij mij bepaalde klachten. Ja. En wat precies daar, de kern daarachter is. Ja, het zou heel fijn zijn als je daar ook gelijk achter komt. Maar de kans is heel groot dat je daar niet precies achter komt, want daar is veel meer voor nodig. En daar zouden we je eventueel mee kunnen helpen. Maar ga daar lekker mee experimenteren. En, uh, en, en als je dat opschrijft, ja. Het is heel, heel wonderbaarlijk, maar je komt soms achter bepaalde klachten en dingen dat je denkt van wow, ik helemaal niet doorgaat, joh. Ja, nog zo'n skelet in de kast. Ja, nog zo'n skelet in <laughs> de kast. Nou, oké, okay, ik denk dat we de vraag hebben beantwoord. En uh, voor de luisteraar thuis en jij die nu luistert, vond je dit een interessante podcast? Uh, laat dan, vergeet dan vooral niet een reactie achter te laten. Een likeje, een duimpje, een sterretje achter te laten. En vergeet ook niet te abonneren. We zien de laatste tijd namelijk dat minder dan de helft van alle luisteraars die naar onze podcast luisteren nog geabonneerd is. En we zouden je graag willen verzoeken of je misschien op dat abonne abonneeknopje wilt drukken. Het is gratis en vrijblijvend. En het zorgt ervoor dat onze podcast ook gedeeld wordt met mensen die hier ook wat aan kunnen hebben. Dus je verricht daarbij ook een, ja, een passieve heldendaad, doordat andere mensen dan ook deze informatie hier hiertoe toegang krijgen. Aijsja, bedankt voor jouw aanwezigheid weer. Jij ook bedankt. Graag gedaan. En uh, dan hoop ik jou weer volgende week weer te kunnen spreken. En uh, voor de luisteraar hopelijk weer tot de volgende week. Tot volgende week.